Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 74. 74. Herfstvakantie is het. We nemen op een hele vreemde dag op, omdat we een beetje vreemd werken deze week. Dus deze update is al in het begin van de week opgenomen, maar je ziet hem pas op vrijdag, als het goed is. We pakken meteen iets nieuws erbij. Iets super handigs. Een koffer. En die koffer die bevat een, ja, zeg maar een soort close-up mat bovenop. Heel mooie zachte stof. Overigens aan beide kanten. Nou, het is helemaal mooi van hout gemaakt. Nou, en waarvoor is die geschikt? Nou, als close-up tafel, maar ook als close-up koffer. Dus je kunt al je spullen die je wil gebruiken, kijk boven zo goed te zien. Kijk, kun je mooi opbergen, kaartspellen. Nou, we hebben alle spulletjes ingelegd als voorbeeld. Er past een heleboel in. Ook qua dikte past er echt wel, zijn doosje sponsballen past er gewoon in, 1,5 inch. Dus ja, hartstikke mooi. Het gaat mooi dicht, zit een vakverdeling in, die kun je verplaatsen op deze plekken. Er zitten 2 stroken bij. Er zitten 4 plekken waar je hem kunt neerzetten. Je kan ze er ook helemaal uithalen natuurlijk. En that's it. Dus je kunt al je spullen mooi meenemen. Het ziet er chic uit ook. 2 kanten bekleed met stof. Dat is ook wel mooi. Dus je kunt werken. En je hebt al je spullen bij de hand. Als je een truc wil doen, pak je spelkaarten. Je doet je truc, werkt hem op. En gaat over naar de volgende. Dus dit is de close-up case deluxe hood. Deluxe houten close-up koffer. Mooi gemaakt, kost €85. Mooi, mooi. Ja, het is strak uit toch? Hans, wat je eraan. En mooi dat met hout, ik vind het hout allemaal mooi, dat het natuurlijk uitziet allemaal. Dus, aanradertje. Heb jij toevallig nog iets leuks? Nee. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb een bel meegenomen, René. En, mag ik? Ja. Een echte bel, wat is er? Kwaliteit vind ik niet zo mooi klinken. Hij klinkt niet zo mooi, maar hij kon wel mooi klinken. Oh. Dat komt natuurlijk door het balletje. Maar ik ben natuurlijk een hele mooie ballenverzamelaar. Ben je een hele mooie ballenverzamelaar? Ik ben een hele mooie ballenverzamelaar. Ik neem ze altijd mee. Dan zou je ze een keertje willen bellen, nog een keer. Volgens mij is er iets aan de hand, nee. We gaan eens even kijken, volgens mij zit er een balletje onder. Aha. Maar als dat balletje nou even... Laat verdwijnen. Oh, en dan ligt hij boven de bel. Maar mooi is, een bel kun je natuurlijk bellen, maar als het goed is, kun je hem soms die bal ook laten veranderen. Oh, kijk. Dan ligt die bal natuurlijk onder, daarom. Die bal doen we even weg. Maar mooi is, René, zou je ze een keer willen bellen? Klinkt zo mooi, vind ik zo mooi. Ja, klinkt wel mooi, denk ik. Maar mooi is, er ligt een balletje onder, ja. Ja, ik blijf van de bel hangen. Maar als je nou je vingers knipt, René, kijk eens wat er is gebeurd. Kijk maar eens. Wauw. Wat dat dingetje zeg? Ja, ik wel, die moet er eigenlijk. Wat? Zullen we hem even op willen zetten? Ja. Wel eens. Ja, nou klinkt hij iets beter, vind ik. Iets beter, kijk. En dat is de concierge. 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 Ja, een heel projectje. Mm-hmm. Het was een aantal maanden geleden dat Leon al zei, ik heb een idee met een bel. Ik heb zo'n bel en ik wil er een chopcup van maken, maar ik weet niet precies hoe en ik weet niet wie dat kan maken. Nou, hij kwam met Leo in contact en Leo had ook een idee met een bel. Nou, alles bij elkaar genomen is dit wat eruit is gekomen. De concierge. Jij liet nu de chopcup routine zien. Ja. Eigenlijk de uitgebreide chopcup routine met wat pennetje, noem maar op. Ja, even voor de duidelijkheid, normaal moet het staan, dus we hebben nou eventjes aan gepast. Ja. Op video is het impact is totaal anders als live. Als je een beetje professioneel goochelaar bent of wel werkt voor echt publiek, dan weet je dat als je hier kijkt, dat mensen daar kijken en niet daar. Op video zie je alles wat wij hier doen in 1 opslag, dus je kan heel moeilijk dingen verbergen. Hebben we ook expres niet gedaan, gaat ook niet. Dan zouden we met een losse camera moeten werken. En dan is dat ook weer niet eerlijk, krijgen we dan te horen. Dus dit is de routine met chop-up routine. Ja. Je hebt ook een routine. Ik zal even alles laten zien trouwens. Ja, maar je hebt ook een routine met een ring trouwens, hè? Ja, een ring. De ring laat je verdwijnen. Ja, zit er, vertel maar. Ja. Pinnetje verdwijnt, dan ligt de ring op de bel. En het pinnetje zit dan in een doosje. Ik zal even laten zien. Ja. Dus dit is de chop cup, je krijgt de bel, mag ik ook zeggen wat je allemaal precies bij krijgt? Ja, je mag best. 2 pinnetjes. Een reserve pinnetje, zeg maar. Ja.
Je krijgt... De belkenflatjes is heel mooi afgewerkt, allemaal geen losse mechanismen. Ja, ja, speciaal gemaakt. Ja. Dit is allemaal speciaal gemaakt. De bal blijft er mooi op liggen. Ja. Dat is allemaal handgemaakt. Het is geen bel die is... Het begin bestaande bel, die is die te verkopen. Gemaakt. Het is ervoor gemaakt. Ja, ja, kijk, twee balletjes. Twee? Chop Cup. Oh, ook in reserve. Je krijgt twee sleutels. Ja, want als je de video bekijkt bij de, op de website, dan zie je een hele routine met een sleutel erbij staan. Hotelsleutel, waar een willekeurig getal wordt gekozen. Een sleutel verdwijnt, verschijnt onder de beker. En uiteindelijk zit het willekeurig getal gedrukt op de sleutelhanger die eraan vast zit. Dan, en een kaartje met daarop de video, link naar de video-instructies. En er zit er ook een routine bij met drie kaarten. Kaart onder de bel. Dus je kunt hier heel veel doen. Kaart onder de bel, chop cup en ring on bel. Dus heel veel mogelijkheden. Ja. En ook, dit nummer, dat staat ook ergens voor, er zit een routine bij. Je hebt een vel met allemaal nummers. Toeschouwer mag steeds een nummer kiezen. Van daaruit wordt een kruis gemaakt dat er uiteindelijk een aantal nummers overblijven. Die nummers worden bij elkaar opgeteld. En dan doe je een chop cup routine eigenlijk met een sleutel. En uiteindelijk weet je de kamernummer niet meer, maar... Dat blijkt dus het gekozen nummer uiteindelijk te zijn. Mm-hmm. Ja, dat wat ik net zei met de sleutelroutine inderdaad. Dat, alles was ook weer een mooie zwart opbergzakje. Overal zitten opbergzakjes los bij. Hele complete set. Ja, alleen er zit geen final load bij voor de chop cup routine. Dan moet je er zelf bij. Ja, je had nu sponsorballen gebruikt, maar wat eronder past kun je laden. Ja, en voor de ring on bell, dat doosje moet je ook zelf regelen, maar dat is heel makkelijk. Hè. Ja, een ringendoosje. Ja. Ja, als je dat wil doen inderdaad. Quanta costa? €140. €140. Ja, maar het is wel een... kijk, er zijn er geen, niet veel van gemaakt. In Nederland zijn we de enige goochelwinkel die ze verkoopt. Exclusief voor Nederland. Dus ja, het is een schitterend mooi gemaakt ding. En als je professioneel bent en werkt en weet wat bijvoorbeeld een Tommy Wonder 2-cup routine kan teweeg brengen, dat overal dingen gebeuren wat je niet verwacht. Dit is vergelijkbaar. Als je dat goed uitwerkt, is het. Ja, vind ik wel. Met een echte aandachtstrakker. Die heel tof. Heel tof. Ja. Mooi, Leon. De bel. Oh, er zit niks meer onder. Ja. Hey, maar nou... net zo'n mooie routine laten zien. Ik heb voor jou een mooie rode bloem meegenomen. Mooi, ik ben zo lang in dienst. Oh. Oké. Okay. Sorry, is een steeltje alleen nog goed? Of wil je liever een bloem? Een bloem, dat kan wel. Hey, hopla. Een gele bloem. Mooi, hè? Oké, die gele gaat het hem ook niet worden. Sorry. Kijk wat je verdient, zoals altijd. Ja, maar misschien dat we hem een beetje... Oh, wacht even. Er komt nog meer. Ah, blauw is ook mooi, niet? Ja, dat is ook mooi. Ja, de blauw is inderdaad... Weet je wat? We doen het anders. We stoppen de hele bloem even in deze koker. Zo. Tadadam. Laten we helemaal doorheen zakken. Kijk, dan maken wij van jouw steeltje een heel boeket. Hey, een compleet boeket. Van Tora Magic. Een van de nieuwere items van hun. Ik spreek nu al even hoe het heet. Amazing Flower. Nou, je krijgt het helemaal compleet. Het is een grote goochelstok, bloemenboeket met 9 bloemen, alle losse bloemetjes, noem maar op. Je kan het los gebruiken, dus je kan alleen de groeiende bloemen ook gebruiken. Je kan hem compleet gebruiken met dit erbij, whatever you like. Kost €155, die Amazing Flower van Tora Magic. Vergeet ze geen water te geven, anders gaan ze hangen. Ja, dat is, ja. Precies. Dus dat is dat. Is dat. Dat is ook wel voor, misschien wel grappig. Check even, Sharpie. Sharpie. Toch? Kijk. Mm-hmm. En behalve de Sharpie hebben we ook een, ik zal ze wat erbij pakken ook. Wat is het idee? Nou, ik heb wel een idee. Stel voor, je pakt de top. Je pakt die in je hand en je doet dit. En voilà, is leuk, maar is natuurlijk niet spectaculair. Doe even dit. Zou je dit zo hierbovenaan willen vasthouden? Beetje hoger. Zo.
Alle duidelijkheid. Sharpie heeft ook echt, echt rem. Ready? Hop, en weg. En uiteraard ligt hij hier weer. Kun je terug. Compleet met dop. Dit is Vanishing Sharpie. Met een kleine aanpassing. Ik moet even wat vertellen. Iets opbiechten. We verkopen al jaren de Vanishing Pen. Daar is de originele routine zo. Dat je de dop. Toeschouwer mag de dop eraf halen. Je pakt de pen. Die gaat net als net in het servetje. Laten verdwijnen. En de pen zit open zonder dop in jouw zak. Met een pen, balpen is dat oké. Ik persoonlijk vond het niet zo'n goed idee om een Sharpie open in mijn achterzak te stoppen. Dan ben ik bang dat mijn t-shirt straks allerlei zwarte strepen heeft vertoond. En mijn andere kleding ook. Dus ik dacht even, hoe kunnen we het oplossen? Dat het dus wel beter is die met dop en al schijnt. Dus ik heb even in toevoeging gedaan dat ik eerst de dop liet verdwijnen. Ik ga ervan uit dat het niet op de DVD staat. Excuus, ik heb de DVD nog niet gezien. misschien staat er wel een idee op voor die dop. Ja, dan moet een zwart shirt aantrekken. Een zwart shirt aantrekken. Maar in principe is het dus inderdaad dop eraf. Stift verdwijnt en je draait je om en je haalt hem uit je zak. Overigens, deze routine is 10 keer beter wanneer je hem staand doet. Normaal laat je de stift onderzoeken, pakt het servet erbij, dan verdwijnt hij en op het eind kun je weer alles laten checken. Dus je begint clean, eindigt clean. Hier op deze, omdat het video is, er is niet in geknipt, maar de handeling is aangepast aan de situatie hier. Laat ik het zo even netjes noemen. Maar zo zou ik hem hier in de winkel ook gewoon kunnen vertonen hoor. Maar staand is hij echt beter. Het is een zeer goed gemaakte Sharpie. Hij is niet van echt te onderscheiden. Maar toch heel speciaal. Toch? Ja, en de prijs? Pen, €59. Met de DVD en de Sharpie. Je hebt zelf alleen een duplicaat Sharpie nodig. Zwarte Sharpie. En servetjes, papiertjes, doekjes, zijde doekje. Wat je zelf wil. Ja. En als je de Vanishing Pen ook leuk vindt, exact hetzelfde idee, maar dan met een balpen, verkopen we ook nog steeds. Volgens mij is die, hou me niet voorbereid, €39. Tussen de 30 en de €50. Nee, volgens mij in de 30 iets uit mijn hoofd hoor, maar check het even op de website. Ja, leuk ding ook. Ik weet hoe die pen veel gedemonstreerd, ook veel verkocht. Mensen begrepen helemaal niks van. En nu kun je datzelfde doen met een Sharpie. Yep. Mooi, mooi, mooi. Vanishing Sharpie. Ja, dan. We waren in Vilvoorde op het congres. En daar was ook LKSM, de stand van LKSM, Peter Nari. En die zei, nou, je moet René, je moet dit effect echt kopen. Ik zeg, hoezo? En nou, dit is een gaaf effect. Ik zeg, nou, ik heb er wel van gehoord, maar ik weet even niet uit mijn hoofd wat het is. Wat vertel. Nou, zei hij, je neemt deze klok. Je geeft hem tijdens je voorstelling aan het publiek. Vraagt om de batterij eruit te halen. Dan staat de klok ook echt stil, die ziet waarschijnlijk stilstaan. Dan neem jij de klok, jij zet hem op een tijdstip, laat dat niet meer zien, dekt hem af met een doek, stopt hem in een envelop, in een papieren zak, wat dan ook, en geeft hem in het publiek. Echt, ver in het publiek. En je zegt er iemand, tijdens de voorstelling, ergens tussen de voorstelling mag jij roepen, nu. Of je rinkelt met een belletje, of je zegt, weet ik veel, codewoord, stop bijvoorbeeld. Nou, wat er ook gebeurt, op het moment dat tijdens de voorstelling hoor je een belletje rinkelen, hoor je nu of stop. En je zegt tegen de toeschouwer, hier op je pen en papier, schrijf op hoe laat het nu is. Bijvoorbeeld, kijk hier op de klok nu, 2:11. 2:11 is het dan op zijn horloge, schrijf op. Komen we straks op terug. Op het einde van de voorstelling zeg je tegen de toeschouwer, weet je nog, ik heb jou de klok gegeven in het begin. Heeft hij op zijn schoot, of die hangt op een plek waar iedereen hem kan zien. Er is niemand aangewezen? Nee, oké. En jij hebt de andere toeschouwer een tijd opgeschreven waarop jij stop of nu riep, klopt? Ja. Hoe laat was dat? Nou, 11:02. Dan maak je de andere toeschouwer de envelop open, doek eraf. En de klok staat exact om 11:02. Nou, deze klok staat er nu toevallig op, maar dat is dus elk tijdstip waarop de toeschouwer heeft geroepen, staat de klok op. High tech, zeg ik erbij. Super goed gemaakt. We hebben er een paar voor een hele scherpe prijs. Als die weg zijn, gaat de prijs omhoog. Kan ik je best vertellen. We hebben een goede deal met Peter kunnen sluiten eventjes. Maar de prijs gaat daarna omhoog als deze weg zijn. Schitterend mooi gemaakt. Ja, we kunnen niet over de mechaniek vertellen en zo. Overigens kun je op het laatst kun je ook wat toeschouwer weer vragen de batterij erin te stoppen. En dan gaat de klok weer gewoon lopen. Dus het is dat echt gewoon een normale klok is. Dit is de Psyclock Tempus 2 van LKSM.
En die kost €275. En het is ook een mooie klok om gewoon in je huiskamer te hangen. Want je kan je voorstellen dat, of je hangt in je huiskamer of in een andere kamer, je hebt vrienden op bezoek en je zegt, jongens, als jullie vanavond een keer een woord willen roepen, dit woord, roep het maar. Oké, op het moment dat je met z'n elkaar iemand roept dat woord, zeg je, oké, schrijf op hoe laat het is, kom mee. Of je zegt, opstaan, we gaan met z'n allemaal naar een andere kamer, er hangt een klok. Hoe laat is het op de klok? Precies het tijdstip dat de persoon dat woord heeft geroepen, staat de klok stil. Dus de klok loopt ook niet meer. Hè. Kan ook. Mooi. Ja, het is, en je kan zo in je act. Het is geen oefening. Je verhaal moet goed gaan, maar het is zelfwerkend, laten we maar zeggen. Het is super gemakkelijk om te doen. Schrijfklok, Tempus 2. Ik heb hier niks liggen, René. Dus ja, alles is een beetje aan deze kant, zie ik. ik heb nog wel iets. Maak maar open als je wil. Wat zit erin? Een dobbelsteen. Dat heb je goed gezien. Normaal een dobbelsteen, alleen van hout. Ik ga niet kijken. Jij mag de dobbelstenen met een aantal ogen naar boven instoppen. Deksel erop plaatsen en dan niet zeggen welke ogen daar boven liggen. Zeg maar als je klaar bent. Naar boven, hè? Ja. Ik zal die even laten zien. Niks afgesproken overigens. Nee. Klaar? Ja. Oké. Ik hou het doosje achter mij. Nee, doe anders. Hou je hand open. Doe anders. Oké. Zo. Kijk. Top. De hand er bovenop doen ook? Ja, hang daar een beetje boven. 1. 2. 3. 4. 5. Zes. Vijf. Ja. Heb je vijf? Echt? Okay, ja, maar dacht misschien ga je dus naar zes. Als je afhaalt, heb je inderdaad vijf, zie. Dus als goochelaar weet je altijd welk getal dat de toeschouwer gekozen heeft, welk aantal stippen het boven ligt. Dit is de Mental Dice Deluxe. Dit is de dobbelsteenversie. We hebben exact hetzelfde. Ook met een ESP dobbelsteen. Blok met ESP symbolen. Dit is uiterst gemakkelijk, geheel compleet. Mooi gemaakt. Je hoeft niks op te laden, je hoeft geen batterijen te verwisselen. Je krijgt het compleet met een Nederlandstalige video-instructie. Zeer gemakkelijk te vertonen en toch heel sterk. We hebben al een aantal professionele goochelaars hiermee misleid die niet door hadden wat we aan het doen waren. Juist door de eenvoud van deze truc. Het is zeer mooi gemaakt. Allemaal met computergestuurde apparatuur, mooi gesneden, gezaagd en verlijmd. Schitterend mooi, allemaal in verstek. Dus je ziet geen moer. Je ziet geen koude kant. Het is niet koud tegen elkaar gelijmd, het is echt maar mooi verstek, laat ik het zo zeggen. Ja, en je ziet geen kopse kant, alleen bovenaan, maar het is allemaal die stippen die zijn ook een beetje verzonken allemaal. Ja, het is allemaal chiquer allemaal. Ja. Prijs per stuk. Dus je hebt de ESP, de Mental Dice. ESP, Mental Dice, dobbelsteen, €49 per stuk. Ja. Ik heb hier twee, wat zijn het eigenlijk? Platgeslagen dobbelstenen. Kun je dus maar twee dingen mee gooien eigenlijk? Ja. 4 of 3. En 5 en 2. Ja, dat is het idee. Maar je kan ook wel dit doen. Pak twee van die schijfjes, je haalt er eentje uit. Ik haal er nu uit 5 en 2. Wat blijft er over? 4 en 3. Ja, tuurlijk. Dus geen hogere wiskunde zo. 5 en 2, 4 en 3. Ik haal er eentje uit. 4 en 3. Wat blijft er over? 5 en 2. Dat is niet heel moeilijk gebruikt of zo. Oké. Doe het nog een keer. Aan de hand. Eentje uit. Ik haal de 5 en 2 haal ik eruit. Wat hou ik over? 3 en 4. Nee, even duidelijk. Ik heb 5 en 2 hier. 3 en 4 heb ik hier, hè, voor alle duidelijkheid. Dus die leg je in je hand. Zo, op deze manier. Je haalt er eentje uit. In dit geval 5 en 2. Wat hou ik over? 3 en 4. Nee, let op. Dan moet je maar goed opletten. 5 en 2, 4 en 3, ja. Ik leg het hier zo neer. Ik leg het in mijn hand. Ik haal er eentje uit. En dat is de 5 en de 2. Ik zal echt hier neerleggen dat ik niet vals kan spelen ook. Ja, de 3 en de 4. Nee, het is 2 en 5. Ze hebben de 3 en de 4, heb ik gewoon hier, zie.
Dit is Las Vegas Dice. De Las Vegas dobbelstenen. Leuk dingetje. Dit is de simpele versie, witte steentjes, zwarte stipjes. We hebben ook een luxere versie, zwarte steentjes met gele stipjes. €7,50. Super gemakkelijk. En die andere versie? €12,50. Nederlandse instructies inbegrepen. Ja, super gemakkelijk te doen. En mensen mogen het allemaal checken. Hè? Begin mogen ze checken, op het einde mogen ze checken. Niks te vinden, toch? Wonderbaarlijk. Wauw. Volgens mij zijn er al bijna. Ik zie hier toevallig wel iets staan. Heel mooi kastje. Daar zit ook iets in. Een kubus. De Rubik's Cube. Haal er even uit. Hele mooie kubus. Laat die kubus nou precies passen in dit kastje. Dus deze past zeg maar hier precies zo in. Dus gaan we even naar deze kant. Nou. Ik ga hem laten verdwijnen, let op. En de kubus is verdwenen aan deze kant. Maar dat is niet alles. Hij is ook verdwenen aan deze kant. Je bent niet heel onder de indruk, heb ik het idee? Niet echt, nee. Want? Ja, je houdt hem wat schuin. Ja. Oh nee, jij denkt dat ik... Dat ik eerst hier zit, zeg maar. En dan... Dat ik hem nu laat schuiven, dat hij nu aan de andere kant zit. Ja, dat is toch logisch? Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Kun je ze niet allebei openmaken of zo? Ja, twee dertjes tegelijk. Kan, hè? Ja, kan. Zal ik doen? Langs elkaar ook? Ja? Ja. Oké. Hij is weg. En deze kant. Met twee dertjes langs elkaar. En hij is weg. Aan deze kant. Twee dertjes langs elkaar. Maar meeste mensen willen alle deurtjes open hebben. Dat is natuurlijk wel lastig. Want dan moet je alles openmaken. Moet je deze openmaken? Deze ook. Ja, die ook, ja. 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 En dan kan je ook nog die openmaken, zie. Ja. Maar ik kan die ook openmaken, want als je alles openmaakt, dan heb je natuurlijk geen dobbelsteen. Dat is natuurlijk niet direct de bedoeling. Maar je hebt zo'n mooi kastje daar staan. Haal een deksel eruit, zo. Wauw. Zet even uit wat erin zit. En je hebt een hele mooie, massieve kubus. Ik geloof dat dit... Nou, ik geloof. Toen we dit uitpakten, dacht ik echt... Jemie. Dit is echt... Mooi gemaakt. Mooi, mooi, mooi. Echt mooi. Qua afwerking, de mooiste... Dobbelsteenkast, vind ik, die ik gezien heb. Ik verzamel zelf ook wel goocheltrucs, niet alle goocheltrucs, maar dit zou je in een vitrine kunnen zetten. Zo, zo mooi is gemaakt. Ook hier, de afwerking is allemaal geen plakplastic. Het is allemaal, ja, ik denk dat het kunststof of plexiglas wat opgelijmd is. Echt schitterend mooi gemaakt. Ook hier alle accentjes erop. Heel, heel, heel goed gemaakt. Met het mechanisme zodat je een dobbelsteen kubus hoort glijden. Dat is wel altijd leuk voor de routine zelf. Schitterend gemaakt, de Tora Magic. En dit hele mooie ding, deze hele mooie set, kost €295. Maar dan heb je wel crème de la crème, toch? Vind ik tenminste. Ik vind het ook hartstikke mooi. Heel goed gemaakt, heel goed gemaakt. Het is gewoon leuk over te hebben. Je hoeft het niet te doen eigenlijk. Dat is het. Het is alleen al, daarom, ik zeg, het staat hier in de vitrine, het zou bijna zon zijn als het verkocht wordt. Ja, dus helaas. Onzin. Ja. Ja. De Back of Tora Cube heet het. Deluxe. Hey Leo, maar volgens mij, hè. Zijn we gewoon, als ik hier zo om me heen kijk, door alle dingen heen. We hadden vandaag wat duurdere dingetjes erin zitten, maar wel hele mooie dingetjes. We hebben nog een lezing op programma staan. Ja, Tabbery. Francis Tabbery, 2 november, hadden we al over verteld. Hele goede lezing. Touw, kaarten en nog veel meer. Kampioen geweest in 1991-92. Ja, wereldkampioen met een touwact. Het kan zijn, check de site, dat er een week later nog een extra lezing bij komt. Daar hebben we vanmorgen contact over gehad, maar is er niet zeker, dus pin je daar even niet op vast. Maar check onze Facebook, want die komt aardig last minute online, mocht dat doorgaan. We houden je op de hoogte via Facebook en via de website uiteraard, wat dat gaat worden. Nog één dingetje over Tabbery, hij heeft volgens mij ook 3D-puzzeltjes en zo. Ja, hij is wel een fan van optische illusies en zo. Dus misschien als je daarvan houdt? Als je daarvan houdt, hij maakt ze niet alleen hobbymatig, maar hij verkoopt ze ook kant en klaar. Dus dan kun je zelf, ja, als je dat mooi vindt, zo'n
heb pas steeds een moer gezien, weet je wel, waar je zijn stok doorheen doet, wat eigenlijk helemaal niet kan. Dat soort dingen, volgens mij verkoopt hij die ook. Je dacht, ik zeg hem maar even. Ja, goed idee. Het is herfstvakantie. Nou ja, als je dit kijkt, is herfstvakantie bijna voorbij. Of is Nederland twee delen herfstvakantie? Nou ja, hoe dan ook. Dus gelukkig heb je nog vakantie. Dat bedoel ik. We zijn gewoon de hele vakantie open. Dus je bent van harte welkom. Of je kunt altijd de site checken, want op onze site staan alle nieuwe items op. Dus dan, ja, tot dan zou ik zeggen. Ik zou zeggen ook, tot de volgende deze keer.